Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Op vrijdag 24 april 2020 stond de traditionele lintjesregen weer op het programma. Door de maatregelen rond het coronavirus gebeurde dit allemaal anders dan anders. Burgemeester Antoine Walraven ging niet persoonlijk op bezoek om de versierselen op te spelden bij de inwoners, maar bracht hen telefonisch op de hoogte dat het de majesteit had behaagd om hen te benoemen tot lid of ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Mil en Sint-Hubert is sinds 24 april 2020 drie ridders en zes leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Guus Fontijn uit Mil werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens een live radioprogramma van de lokale omroep Mil op vrijdagmorgen 24 april. Ik ben een rondje aan het bellen met mensen die veel doen voor onze gemeenschap. En in deze coronatijd is het misschien ook wel goed om even van mijn kant een hart onder de riem te steken. En jij stond ook op mijn lijstje. Ik heb je pas nog gesproken en jij doet ook heel veel goeds. Ik heb voor jou een mooie mededeling, denk ik, dat gelet op al die werkzaamheden die je voor ons hebt verricht, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om jou te benoemen als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En daarmee wil ik je van harte feliciteren. Nou, ik moet je zeggen, ik ben helemaal perplex. Ik ben daar wel eens ooit, onder andere toen mijn vrouw mij, toen we gingen trouwen en ik ja moest zeggen, was ik ook perplex. Maar ik, en dat ik ooit ridder zou mogen worden, dat gaat ik ben even perplex. Je hebt me echt verrast, ik moet zeggen, en hier heel de club. En ik vond ze allemaal een beetje geheimzinnig in de zin van, er was een uitgelaten stemming, maar ik snapte niet precies waarom. Heel hartelijk dank. In Wilbedoort werd mevrouw Bets Vorle van lid verrast met een koninklijke onderscheiding. Ook zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maar wat dacht jij, Bets, toen telefoontje, hoe ging dat? Ja, toen viel Gerrit aan. Ja. En toen zat ik nog in een douche. En toen moest Gerrit kwam boven en toen moest ik mijn telefoon aan. Tijd had er niet. Tijd had, maar ik ga je echt. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Ik heb eigenlijk... Ik heb wel een beetje om te gaan. Gerrit had wel... Ja, ik heb nooit een gedaan. Maar dankzij Gerrit en dat hij af is, dan kan ik wat anders. Ik vind het fijn. Maar ja, er zit erin, hè. Zit in een half gesproken. Mooi erin houden. Ja, doe ik ook. Ja. Dat kunnen, hoor. Ja. Tijdens de lintjesregen werd ook mevrouw Truus Olsee Thijssen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nou, ik was zeer verbouwereerd, want ik had een veste verte niet gedacht dat ik gebeld zou worden en dat ik onderscheiden was. Helemaal niet. Dus het was echt een verrassing. Wabe Braam uit Mil werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ja, vanmorgen dus verrast door de burgemeester. Achteraf bekeken deed mijn vrouw Jacqueline toch wel een beetje geheimzinnig zo nu en dan. Maar ik had er nooit zoveel achter gezocht als nu blijkt dat het geval was. Ze was natuurlijk achter mijn rug om kennelijk al het een en ander aan het voorbereiden. Jammer dat de burgemeester niet daadwerkelijk de onderscheiding heeft kunnen uitreiken in verband met het coronavirus. Maar daar hebben we allemaal last van. En dat wordt dus naar een later tijdstip in het jaar uitgesteld. En dan hopen we dus dat het alsnog een feestelijke gelegenheid mag worden. Nogmaals, ik was blij verrast. Ik ben dankbaar voor de erkenning en de waardering voor het werk wat ik gedaan heb. Ook Karel van Genuchten uit Mil werd verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nou, ik was zeer verrast toen vanmorgen de burgemeester belde. En ik heb natuurlijk in een heleboel besturen gezeten. Maar dat ik benoemd zou worden tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, daar was ik zeer door verbaasd. En dat was echt heel indrukwekkend. En aan de rand kwamen de mensen van het verrassend platteland waar ik in bestuur gezeten heb. En van schoolbestuur, en die kwamen allemaal hier langs. En het was een enorme drukte van belang. We bleven allemaal keurig achter de heg, hè, natuurlijk op corona-afstand. Maar ik was er zeer door ontdaan eigenlijk. En daar ben ik eigenlijk nog.
Het is heel indrukwekkend geweest. Suzanne Duffels uit Mil werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Nou, vanmorgen was ik om 10:30 op mijn werk in een vergadering. Met een aantal collega's. Vier tegenwoordig natuurlijk allemaal op afstand, want het gaat bij elkaar kunnen mogen we niet zitten. En een collega kwam binnenlopen dat ze echt een spoedgeval had. Ze moest me even hebben. Dus ik kreeg de burgemeester aan de telefoon. Ik was natuurlijk helemaal verbaasd. Ik had het helemaal niet verwacht. Die vertelde wat ik allemaal had gedaan voor scouting en hoe lang ik er al mee bezig was. En ook voor mijn werk. En ik kreeg een lintje. Ik werd ridder. Nou, ik was helemaal verrast. Sprakeloos. Super. Marcel van Erkelen uit Mil werd op 24 april benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ik zat op het werk in de kantine. Ik had mijn pauze bijna gehad. Komt Jos Vrooy naar mij toe. Er is telefoon. Godverdomme, is er nou weer aan de hand? Ja, we gaan wel even naar boven. Wij naar boven en het zat me eigenlijk niet lekker. Dus toen zag ik mijn vrouw en kinderen in de gang staan. Ik dacht, nee toch. En 11:30 was de burgemeester aan de lijn. En die vertelde dat ik een lintje gekregen had. En wanneer het echt uitgereikt wordt, moet ik nog afwachten. Misschien als ik 50 jaar op het werk ben. Maar we wachten wel af. Mevrouw Gertie Gerrits, arts uit Mil, werd benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ook Wilmien Heijs uit Mil is op 24 april benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Dankjewel allemaal. Ik ben blij verrast, maar ik ben nog steeds helemaal overdonderd. Later dit jaar komt er alsnog een moment waarop de 9 nieuwe dragers van een koninklijke onderscheiding hun versierselen officieel krijgen opgespeld. De datum daarvoor is op dit moment nog niet bekend. Namens de lokale omroep Mil feliciteren wij alle nieuwe dragers van een koninklijke onderscheiding met hun benoeming tot ridder en lid in de Orde van Oranje-Nassau.